Martin. Yes, Sofiane. Kijk, Faraday. Ik ben eigenlijk in een soort van trip gekomen. Ik ga letterlijk underground. Ik zie allemaal stellingen, lijkt alsof ik in de IKEA ben. En dan kom ik in een omgeving met ongeveer 80.000 verschillende voorwerpen. Ik zou wel heel veel dingen mee willen nemen, hoor. Ja, precies. Ook heel veel dingen niet. Voorwerpen van verschillende landen. Die twee dingen daar in het midden lijken op twee pokeballs. Ja. Indonesië tot aan Marokko en ga zo maar door, Mexico. Ik zie daar Orlando Pirates. Ja. Ik heb hele mooie dingen gezien. Ik denk dan gelijk aan dat ik thuis niet mocht voetballen van mijn moeder. En toen had ik eigenlijk zelf bedacht om gewoon allemaal sokken te gaan verzamelen tot één grote bal. Ah. Daar dacht ik gelijk aan. Creatief moeten zijn, omdat je iets voor elkaar wil krijgen. En dat vond ik daar echt heel mooi aan. Ik ben opgegroeid met letterlijk een tante Web en een ome Jan. En wij woonden in een buurt waarin we eigenlijk het enige Marokkaanse gezin waren. Waardoor wij de Nederlandse cultuur proefden, maar ook andersom. En dat ging zo goed samen. Ik heb het naar mijn zin, hoor. En ik denk dat als je veel meer verspreid en met elkaar leeft, dat dat elkaar heel erg sterk verbindt. En dat gevoel krijg ik als ik al die voorwerpen bij elkaar zie.